Verder met de NEC, we moeten geld hebben. Je weet, ik wist de salaris daar inmiddels. Een gemiddelde NEC-speler verdiende toen dik boven de 2 ton. Nou, dat is aardig, lijkt me zo. En daar begon het mij een beetje te irriteren. Want meestal als je over voetbal schrijft, dan je kent de directeur, de trainer. Dus je schrijft altijd een beetje, probeert een beetje aardig te blijven en snapt hun standpunten. Maar als je gaat zeggen dat je geld tekort hebt als je 20 mensen 2 ton verdienen als een directeur. Voor 1,5 ton, dat was toen. Hè? Ik weet niet wat Van Inge nu verdient. Voor 1,5 ton op de loonlijst staat. Als al die mensen zichzelf zo goed betalen, dat mag van mij. Het is een vrij land en dat is ook hartstikke, doe je goed. Alleen, we gaan dan niet naar de gemeente toe en zeggen van wij hebben geld nodig. Dus die dubbele houding irriteerde me heel erg. Iwan van Duren is naast een bekend sportjournalist heel erg bekend in de regio. Iwan heeft in Beek-Ubbergen gewoond en is nu nog steeds in de regio woonachtig. En is toegegroeid naar landelijke bekendheid vanwege zijn journalistiek werk, met name in de voetbalwereld. Ja, wat wij onderzocht hebben is voornamelijk matchfixing. En dat is dus het gokken op voetbal. En dat eigenlijk we allemaal naar een toneelstuk zitten te kijken. En dat is eigenlijk het grote onderzoek geweest. En daarmee kom je in allerlei corrupte bendes terecht. En ja, wat ik al vertelde, doet een beetje denken aan de doping in wielrennen. We wisten allemaal dat doping bestond. Maar ja, het werd nooit helemaal echt duidelijk. En wij zijn nu met matchfixing is eigenlijk hetzelfde. We weten allemaal dat macht, invloed en geld er heel erg toe doet in de wereld. Maar het is altijd verbazingwekkend op welke schaal dat dan is. En vooral om dat te horen van iemand die daar onderzoek naar heeft gedaan en daar zo dichtbij komt. Of het voetbal van het volk afgepakt wordt, dat denk ik niet. Het volk zit tegenwoordig voor de tv. De kijkcijfers zijn beter dan ooit. Alleen, het voetbal is een grote amusementsindustrie geworden. En ik denk dat vroeger mensen veel meer gevoel hadden bij hun club. En veel meer gevoel hadden dat de club van hun was. En dat is voorbij. Ja, nu een nieuw boek, Slag om de Skyboxen. En daarin zijn we eigenlijk verder gegaan naar clubs die eigenlijk... Vroeger waren clubs altijd verenigingen. Nu worden clubs overal opgekocht door steenrijke mensen. En we zijn de Skyboxen ingegaan om eens te kijken van... Gaat het nu om het spel of gaat het om de knikkers? En we wisten het antwoord natuurlijk al, het gaat gewoon om de knikkers. Ja, ons leven is veranderd. Ergens is er internet gekomen. Dat betekent dus dat je met één druk op de knop kun je gokken op alles wat je wil. En daar hebben Europol, Interpol, politiek, hebben allemaal, ja, iedereen cybercriminaliteit, porno, pesten. De hele samenleving moet zich helemaal instellen op die nieuwe wereld waar we al zo aan gewend zijn. En bij voetbal en sporten bleken dus al heel veel zaken te zijn van spelers die omgekocht waren. Ja, ik vond het geweldig. Een hele lieve kleine bibliotheek. En in een schitterend dorpje. En ik vind bibliotheken sowieso iets heel bijzonders. Dat mensen overal hun boeken kunnen krijgen, ook mijn boeken. En dat ook voor een paar kwartjes. En dat moet echt blijven. En dat is ook de reden waarom ik ja heb gezegd van ik kom wel. Eigenlijk een heel leuk publiek. En ja, dat is echt ontzettend leuk. Dus ik zou zeggen, als er weer eens wat is in de Bieb in Beek, gewoon gaan.